Hi, ik ben Anda van Yoga Plaza en dit is een les speciaal voor vermoeide benen. Dus je mag komen staan op je mat. Als je goed staat op je mat, breng je de armen zijwaarts omhoog. Je trekt iets aan je navel, de knieën wat van het slot. Adem in. Adem uit, buig naar voren en plaats de vingertoppen onder de schouders. Maak de rug wat boller, trek de kin naar de borst. Voor een paar ademhalingen. Diep in, uitademend armen zijwaarts omhoog en strek navel, knieën. Uitademend handen voor de borst. Doe het nog een keer. In, armen omhoog. Uitademend buig voorover, vingertoppen onder de schouders. Maak de rugbol Kijk naar de borst. Een paar ademhalingen. Dieper in uitademend armen zijwaarts omhoog en plaats de handen voor de borst. Dan breng je de armen naar beneden. Je rechterbeen moet je standbeen. En je linkerbeen ga je optillen. Eerst je knie van het slot, tenen in de mat, been langzaam omhoog. Dan zak je een klein stukje door je rechterknie en plaats je je linkeronderbeen op je rechterbovenbeen. Iets aan je navel blijven trekken. Dan breng je de armen zijwaarts op. Hou een lange nek en blijf ademen. Vouw je de vingers in elkaar en die leg je achter op je hoofd. Ellebogen goed naar achter brengen, zodat de flanken openen. Dan breng je je linkerbeen achter je rechterbeen door. Je plaatst je tenen in de mat en je duwt je heel voorzichtig richting de mat. Als het niet kan, kijk gewoon waar je uitkomt. Je rechterknie langzaam in het slot, niet helemaal. Je opent je borst en je draait langzaam naar voren. Beetje schuin omhoog kijken zodat je de wervelkolom lang maakt. Inademend, armen omhoog. Uitademend, handen voor de borst en zak een stukje door de knieën. Ook hier goed blijven ademen. Blijf zuurstof brengen naar de benen. Adem in. Uit, armen zijwaarts op. Open de borst. En plaats de handen voor de borst. Kom je voorzichtig omhoog en breng je linkerbeen weer naast je rechter. Je houding goed zetten. Armen zijwaarts op. Uit, adem buig voorover. Vingertoppen onder de schouders. Maak de rug bol. Kijk naar de borst. Blijf goed ademen. Dieper in, uit, armen zijwaarts op. En plaats de handen voor de borst. En doe hem nog een keer in armen hoog. Uit, buig voorover, vingertoppen onder de schouders, kin naar de borst. Dieper in. Uit, armen zijwaarts op. Plaats de handen voor de borst en laat hem los. Dan wordt je linkerbeen standbeen. Je rechterknie van het slot, tenen in de mat. Voorzichtig optillen. Dan plaats je je rechter onderbeen op je linker bovenbeen. Knie zak je iets door. Je rechtervoet zo klein beetje wegduwen. Niet al te veel kracht plaatsen met je rechter op je linkerbeen. Dan val je om, trek iets aan je navel. Bring de armen zijwaarts omhoog. Blijf ademen, lange nek. Vouw je vingers in elkaar, handen achter op je hoofd. Breng je rechterbeen achter je linker door. Tenen in de mat. Heel voorzichtig naar beneden. Kijk maar waar je uitkomt. Rechterknie, trek hem wat aan. Nou, dan wil je lijf eigenlijk al vanzelf naar rechts draaien. Geef eraan toe. Open de borst. Deze gaan we iets anders doen. Je vingers. Maak je los en je brengt je armen opzij. Handpalmen open omhoog, kijk iets schuiner op. Inademend armen op en uitademend zak door de knieën naar beneden. Als het kan plaats je je rechterknie op de mat. Strek de armen. Uitademend draai naar rechts en plaats je handen op de mat. Je rechterbeen naar achter, linkerbeen erbij. Deel de billen op, oren tussen de armen, je vingers goed spreiden. Duw de zitbotten omhoog. Schouderbladen naar elkaar toe en de hielen naar beneden om die benen te activeren. Goed blijven ademen, breng zuurstof naar die benen. Dan je over de voetzolen richting de tenen. Knieën naar beneden, tenen plat, kijk omhoog. Dan laat je de spanning in de bovenbenen los en dan wordt je onderrug wat zachter. Niet in je schouders hangen, hou je borst naar voren. Mooie ronde wervelklom, dus je hoofd is naar achter. Kantel je hoofd. Tenen in de mat, knie schuiven, trek ze aan, buikspieren. Hond. Je rechter bovenbeen breng je naar je buik. Been komt omhoog, strekken, voel binnenkant linkerbeen. Plaats je rechtervoet onder je schouder. Vingertoppen in de mat en duw je borst naar voren. Voel je linkerbovenbeen. Doe een klein beetje met je heel naar achter om hem nog verder te activeren. Dan plaats je je rechterhand aan de binnenkant van je rechtervoet als het kan plat. Linkerarm naar voren, ter hoogte van je oor, duim wijst omhoog. Linkerarm komt omhoog, blijf kijken naar die plek voor je. En uitademend linkerarm naar voren. Rechterarm naar voren, duim wijst omhoog. Rechterarm komt omhoog. Blijf kijken naar die plek voor je. Nog steeds je linkerhiel naar beneden brengen. Uitademend rechterhand, binnenkant rechtervoet. Rechterbeen weer achter bij de Hond. Komt je linkerbovenbeen naar je buik. Vanuit hier been omhoog. Voel die strekking in je rechterbeen. Plaats je linkervoet aan de binnenkant van je linkerhand. Vingertoppen in de mat. Duw jezelf naar voor. Open de borst. Ronde wervelklom, dus je hoofd zit in je nek. Rechterhiel, duw hem naar achter ter activatie van je rechterbeen. Je gaat ook niet helemaal hetzelfde doen als daarnet. Je rechterknie gaat naar beneden. Je tenen plat. Je brengt je billen iets naar achter. Buikspieren iets loslaten. Op een gegeven moment weer aanspannen. Beide armen zijwaarts omhoog. Adem hier in, uitademend. Zak door je linkerknie. Ruimte in de borst. Dieper in, uitademend. Linkerarm naar voor, rechterarm naar achter. Kijk naar je linkerhand. Buikspieren iets aantrekken. Plaats je linkerhand aan de binnenkant van je linkervoet. Rechterarm omhoog. Kijk naar je linkerhand. Uitademend. Rechterarm naar beneden. Hand onder je schouder. Linkerhand onder je schouder. Rechter tenen in de mat. Knieschuif trek hem aan. Linkerbeen achter bij je rechterhond. Roel over je voetzolen richting je tenen. Knieën naar beneden. Tenen plat. Kijk omhoog. Bovenbenen loslaten. de onderrug. En op de uitademing rol naar beneden. Trek je voorhoofd naar de mat. Leg je armen langs je lijf, ellebogen licht gebogen. Sluit je ogen. Blijven we heel even liggen. Zeg twee minuten. En dan voel je het ritme van je adem. Je voelt het ritme van je adem in de buik. Voel het ritme van de adem in je onderrug. En we hebben het er wel eens vaker over gehad in die onderrug. Op die onderste wervels daar zitten die heupbuigers, die ervoor zorgen dat je onderrug buigen kan. Die zitten gelinkt aan de heupen. Probeer de heupen echt goed te ontspannen. Dus of je voeten wijzen naar binnen, of je voeten wijzen iets naar buiten. Als je het prettig vindt blijf je nog even liggen. En als je weer terug wil komen, kantel je hoofd, open je ogen. Plaats je vingertoppen onder de schouders. Leg je voeten goed neer, je benen lang. Deel jezelf op, breng de billen richting de hielen, voorhoofd naar de mat. Dan plaats je de handen onder de schouders, duw jezelf op, breng je de armen inademend omhoog, uit handen voor de borst, in armen op en uit handen voor de borst. En zo sluiten we dan deze les af. Als het goed is heb je nu geen vermoeide benen meer, bloed is lekker gaan stromen. Alles is warm en zacht. Ik zie je graag terug. Dag!